ik ben projectmanager bij Interprocess Solutions. Nou, we zijn nu bij het nieuwbouw van het innovatiecentrum van Friesland Campina. Wij doen hier je hebt de voorbouw, zeg maar, daar zit een laboratorium in. Dan heb je de achterbouw waar de fabriek is. En wij doen eigenlijk de achterbouw en dan doen wij dan de engineering, de automatisering en de installatie van eigenlijk de hele proces equipment. Wat is het leukste van wat je vandaag gaat meemaken of meegemaakt? Het leukste vandaag is zo meteen het spul opstarten en kijken of het inderdaad allemaal gaat werken. Dat is het spannendste. Wat gaan jullie zo overleggen? Nou, de engineeringsoverleg is eigenlijk met alle uitvoerende partijen. Gaan we gewoon kijken van wat zijn de demarcaties in het werk. En die gaan we gewoon bespreken ter plaatse. Kijken van wat iedereen tegenkomt de afgelopen week. En wat gaan we deze week doen? We hadden volgens mij gepland dat ze... We hebben twee auto's. Dus er zal een auto op vrijdag moeten, een auto op zaterdag moeten. Nou, dit kunnen we ook maandag oppakken, maar gewoon niet zoveel uit. En hoeveel mensen lopen er rond van Imtref hier? Op dit moment zitten wij op een 30, 35 man die hier rondlopen. Dus dat is een leuk ploeg jongens. Waar lopen we nu naartoe? Dit is de voorbouw. Er zitten zeg maar een laboratoria, hier zit een technohal en hier zit eigenlijk de hele procesinstallatie in. En dat is eigenlijk dus hier eigenlijk een soort minifabriek. Ja, kan je dat gewoon meenemen? Ja, ik ben op dit moment met de uitvoerders gewoon bezig alle restpunten elke ochtend te kijken. We hebben vanaf het eerst een overleg gehad, een engineeringsoverleg. Daarna hebben we ook al vaak wel wat op- en aanmerking van de klant die ook rondgelopen heeft. Nou, dan gaan we nou kijken hoe verder alles is. Is het ook wel iets wat je minder leuk vindt aan het werk of niet? Nee, ik vind dit is eigenlijk wel echt een feestje, dit project. Het is een showroom fabriek. We hebben wel een hele kritische klant hierin, maar dat is ook terecht, mag ook. Omdat het een innovatiecentrum is, dan krijg je wat meer ruimte om ook wat dingen te vernieuwen en te doen. Dus je wijkt af van standaard. Aan de ene kant maakt dat het lastig, want je vraagt altijd wel heel veel van de mensen om je heen. Aan de andere kant is het ook leuk om te zien wat eruit komt en dat geeft ook een stukje voldoening. Ik heb zelfs een man die is eigenlijk officieel met pensioen, maar die vond het zo leuk, die wil hier blijven werken tot het project klaar is. Dus dat geeft wel even aan hoe speciaal het is. Hiervoor heb ik 3 jaar lang als projectmanager R&D gewerkt voor ultrahoge drukapparatuur, 10.000 bar. En bij Resato. En daarvoor heb ik bij diverse tankenbouwers gezeten, van hele grote tankenbouwers tot een paar miljoen kuub, zeg maar. Ja. En nou hier een hele kleine spul. Wat is leuker? Dit, meer uitdaging. Ja. Waar zit hem dan in? Diversiteit. De mensen, gewoon het hele verhaal. Ja, gewoon lekker, we zijn vrij hands-on mentaliteit, vrij pragmatisch. En dat ligt mij wel. Nee, dus dat is gewoon heerlijk. Ja, voorheen als je dan mensen wat vroeg wat te doen, dan is het van ja, moet het dan over een maand klaar? Je zei nou deze week, dan raakt iedereen in paniek. En nou is het, zullen we het dan vanmiddag maar even aanpakken? Dat is een hele andere mentaliteit, dat is heerlijk. Ja, er zijn ook geen... Natuurlijk heb je zoals een kleine aanvaring of zo, maar dat is allemaal heel minimaal. Mensen zijn heel dynamisch, mensen zijn heel flexibel. Mensen willen heel erg graag, dus ja, dat zijn dingen dat... Ja, is toch best wel uniek, hoor. Ik heb redelijk wat bedrijven van binnen gezien die dat niet zo hadden. Nou, bedankt voor het meelopen. Ja, dankjewel. Ik hoop dat jullie een leuke dag hebben gehad en een beetje een indruk hebben gekregen wat we hier met z'n allen zo al doen. Hele dag.